Speelstoet in Arnhem zoekt nieuwe vrijwilligers. Verslaggever Kiki Steenbakker sprak met Anneke Gerritsen, secretaris in het bestuur van Speelstoet. Speelstoet is een stichting waar vrijwilligers speelgoed inzamelen van mensen die hun de zolder opruimen, van bedrijven die speelgoed overhouden, van markten of beurzen waar speelgoed overblijft. En dat speelgoed wordt schoongemaakt en ingepakt en helemaal nagekeken. Onder andere hier op deze locatie door cliënten van de zorgorganisatie CISA. En vervolgens zorgen de vrijwilligers dat het in een winkeltje als dit terechtkomt. En mogen mensen die onder de armoedegrens leven speelgoed komen uitzoeken. En hoe weten jullie wie die mensen zijn? Moeten ze iets laten zien? Of? Ja, ze moeten de Gelderpas overleggen. En je hebt soms mensen die net in Nederland wonen of die om wat voor reden ook nog geen Gelderpas hebben aangevraagd. Bijvoorbeeld omdat hun kind nog niet 4 jaar oud is. En die worden dan door een maatschappelijk werker verwezen of door een huisarts. Dus het hoeft niet per se met de Gelderpas, maar dat is wel het makkelijkste. Jullie zoeken vrijwilligers? Ja, wij zijn eigenlijk altijd op zoek naar vrijwilligers. En dat is heel vrijblijvend. Je kunt zeggen van ik kom een keer in de maand even helpen met mijn magazijn opruimen. Of een keer rijden als we speelgoed op moeten halen bij een grote inzamelmarkt of zo. Dat is ook al hartstikke fijn. Maar we zoeken zeker ook vrijwilligers die iedere week willen komen helpen. En zorgen dat de winkel netjes is en dat de kinderen ontvangen kunnen worden. Wat zijn jullie zoveel gegroeid dan sinds jullie open zijn? Ja, het is nu ongeveer 6 jaar open. Van één hele kleine locatie met misschien 40, 50 kinderen. En nu komen er 700 kinderen op jaarbasis. Die zo echt 4 keer per jaar terugkomen. En is dat alleen op deze locatie of bij alle locaties? Dus alle locaties samen. Dus die 5 locaties hebben 700 kinderen. En hebben jullie meerdere van deze punten in Arnhem? In Arnhem hebben we 2 mobiele punten. Die zijn 1 keer per 2 maanden open op een zaterdagmorgen. En de andere punten zoals dit met een eigen winkeltje en cliënten van CISA die aan het werk zijn overdag. Die zitten in Dieren en in Velp. En mogen kinderen alles pakken of is er een aantal dat ze mogen? Dat is beperkt. Ze mogen 2 speelgoedjes pakken, een groot en een klein. En een puzzel en een boek en een spel. En soms als we ergens heel veel van hebben, dan mogen ze ook nog wat extra's pakken. En dat mogen ze iedere keer pakken als ze komen, 4 keer per jaar. En dat mogen ze ook houden. Als ze de eerste keer komen, krijgen ze van ons een strippenkaart. En daar houden we op bij wanneer ze weer komen. En met die strippenkaart mogen ze ook naar andere punten gaan. Het hoeft niet per se waar je inschrijft dat je daar dan blijft. En wat voor soort speelgoed hebben jullie allemaal? We hebben eigenlijk alle speelgoed wat je kan bedenken. We hebben Barbie-poppen, waarvan mooie pakketjes worden gemaakt. We hebben Lego, we hebben ballen, we hebben buitenspeelgoed, binnenspeelgoed. En wanneer gaat jullie punt weer open? Dit punt waar we nu staan, de Rijnbrink in Arnhem-Zuid, die is 13 februari weer open.